Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag ben ik een fiere Belg wanneer ik Dicetrip aan jullie uitleg. Dicetrip België. Je hebt de oorspronkelijke versie van Zwitserland en ondertussen zijn er al een aantal versies uit. En ik ga deze voor jullie bekijken, uitleggen en ook op het einde reviewen. Goed, beginnen met het opstellen van Dicetrip. Het is niet moeilijk, iedereen neemt gewoon een potlood. Je kiest een speler die de startspeler wordt en die begint met de vier dobbelstenen in handen. En dan gaan we over naar... het rollen van de dobbelstenen. Iedere speler heeft afzonderlijk de mogelijkheid om twee getallen te maken met combinaties van twee cijfers. Bijvoorbeeld 15 en 66, of 51 en 66, of 56 en 16. Je mag dat zelf beslissen. Dan moet je dat zetten in een van de bolletjes die nog niet gevuld is. In het begin heb je nog alle keuze. Zet je het in een cirkeltje waar dat de rand dezelfde kleur heeft als een van de twee dobbelstenen, dan mag je hier in het bovenste kadertje een bonuspunt aanvinken. Dus ik zet bijvoorbeeld mijn 16 hier in Brugge. Dan heb ik de lichtblauwe dobbelsteen gebruikt voor een lichtblauwe cirkel. Dus dan vul ik hier eentje, vink ik hier eentje af of vul ik daar één vakje. Dus dat levert mij één punt op het einde van het spel. Deze bijna paarse cirkels komen overeen met de donkerblauwe dobbelsteen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik maak er 65 van en ik zet dat hier in het midden. Nu kruis je ook de twee cijfers aan die je hebt gekozen hier beneden. Je mag ieder cijfer maar één keer gebruiken, namelijk. Iedere keer wanneer je een getal maakt met dezelfde cijfers, dan mag je ook een bonuspunt afvinken. Dus als ik 22 en 33 gebruik, dan mag ik sowieso elk een bonuspunt afvinken. Zet je dan ook nog eens in de juiste kleur, dan krijg je geen extra bonuspunt. Dus je kan per set aan dobbelstenen maar één bonuspunt verdienen. Na iedere beurt worden de dobbelstenen doorgegeven aan de volgende speler. Op een gegeven moment zal het wel voorvallen dat je een combinatie hebt gerold waarvan je eigenlijk minstens één cijfer nooit kan plaatsen. Bijvoorbeeld, ik kan 42 wel plaatsen, maar niet 24, want die heb ik al. Ik kan ook niet 26 plaatsen en ik kan ook niet 62 plaatsen, want die heb ik in de vorige beurt al moeten plaatsen. Moest ik ze omwisselen, kan ik ook niet 64 maken, maar wel 46. Maar dan kan ik hier niets mee maken, want 22 had ik al. Dus dan ben ik genoodzaakt om ergens een kruisje te zetten. Kruisjes leveren je minpunten op, dat ga je hierop aanduiden. Dus nou alleen nog de vraag, welk kruisje ga ik zetten? Ik denk dat ik de 46 ga schrijven ergens. En dan duid ik ook één kruisje aan en dan moet ik nu dat op een slimme plaats proberen kwijt te raken. Hier. Nu, om dat te vermijden, heb je wel twee mogelijke specialetjes. Het eerste is, als je dit aanvinkt, dan mag je de dobbelstenen opnieuw rollen. Wanneer je de actie herrollen kiest, mag je zoveel dobbelstenen herrollen als je zelf wenst. Maar zeg het op tijd, zodat andere spelers nog niet aan het noteren zijn. Een andere mogelijkheid dat je kan afvinken is dat je zegt, ik gebruik één dobbelsteen twee keer en een andere gebruik ik niet. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik gebruik deze niet en ik maak een 14 en ik maak een 12. Dat zou ook gaan. Maar dat mag je ook maar één keer tijdens het spel doen. Tijdens de 13e worp ga je maar één van de twee combinaties kunnen gebruiken. Goed, hoe tellen we dan onze punten? Dan moeten we even hier gaan kijken. Ik heb hier 11 punten gescoord voor in de juiste cirkeltjes te zetten of dubbele cijfers te nemen. Dat is best mooi. Ik heb meer dan één kruisje gezet, maar ik ben vergeten aan te duiden. Dus we gaan even gewoon natellen. 1, 2, 3, 4 kruisjes. Dat is min 4. Zet er duidelijk een min voor. Dit wil zeggen de langste route. Daar scoren we ook punten voor. En die langste route bestaat uit cijfers die altijd maar omhoog gaan. Dus ik kan bijvoorbeeld hier beginnen. Dan kan ik dat aanduiden. Dat is 1, 2, 3... 17 is mijn langste route. Had ik hier nog een juist getal gehad, iets tussen de 34 en de 42, dan kon ik dus heel deze route er nog bij nemen. Dit wil zeggen dat je routes hebt met minstens 4 opeenvolgende getallen. Dus bijvoorbeeld hier 13, 14, 15, 16, dat volgt duidelijk op elkaar. Maar 21 en 22, 23 en zelfs 24 volgen daar ook nog op. Als je hier gaat kijken naar 16,
Die staat naast de 21, dus dat hoeft, er is geen 17 mogelijk, dus ja, dit is ook opeenvolgend. Dus het is een keten van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 26, hier zit wel een gaatje tussen, dus 8 lang. En dan ga ik hier kijken, 7 tot 9, dat levert mij 6 punten op, maar ik kan er meerdere scoren. Ik heb nog eentje, 55, 56, nee, daar stopt het. Maar hier wel 2, 3, 4, 5 en 66, dus dan 1, 2, 3, 4, 5. Dat levert nog eens 3 punten op. In totaal dus 9. Dit volgende kadertje wil dan weer zeggen in hoeveel van de 3 regio's, zie je hier in Brussel splitsen, de 3 regio's, in hoeveel van die regio's heb je kruisjes moeten zetten. Meer bepaald eigenlijk in hoeveel regio's heb je er geen moeten zetten. Deze wel, deze wel, deze is vrij van kruisjes. Dus dan is 1 regio, dat is 4 punten slechts. Dit is een variant die je normaal niet de eerste keer gaat doen. Ik zal zo dadelijk zeggen wat dat wil zeggen. Maar nu is het een kwestie gewoon alle punten optellen. Dus 9 plus 11 is 20 min 4 is 16 plus 17 is 33 plus 4 is 37. Wat een mooie score is. Stel dat je met deze variant wilt spelen. Dan ga je op een gegeven moment in het spel deze scoren. En dat is wanneer je minstens een tiental, een twintigtal, een 30, 40, 50 en een 60-tal hebt geschreven. Dan ga je op dat moment kijken hoeveel van deze gekleurde cirkeltjes heb ik nog opengelaten. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijn er in totaal. Heb ik ze alle 8 nog open, dan heb ik dus op dat moment 8 punten. Wacht ik er langer mee, als je ze alle 6 hebt en je hebt er dan slechts 3 open, dan scoor je 3 punten. Dus dat is een variant die het net iets moeilijker maakt om daar ook nog rekening mee te houden. En natuurlijk zet je hier je naam, dat ben ik vergeten te zeggen, maar dat spreekt voor zich. De meeste punten is de winnaar. Er is geen tiebreaker, dus bij gelijkspel heb je allebei gewonnen. Dat was het dan wat betreft de spelregels van Dice Trip. Er zit trouwens een gommetje op, moest je iets fout doen. Laten we dan nu eens overgaan naar de review. Ja, wat vind ik nu van het spelletje? Dit is eigenlijk qua vormgeving mooi gedaan, leuk doosje vind ik. Maar het tekenblok stelt natuurlijk niet zoveel voor, het is gewoon een invulpapiertje eigenlijk. En niet te vergeten, maar ik ben het blijkbaar toch vergeten, er zitten potloden bij en dat heb je zeker en vast niet bij iedere roll'n'ride. En de entertainment die komt dan van, ja, voornamelijk toch wel het nadenken eigenlijk. Het lijkt in het begin heel gemakkelijk, want je kan ieder nummertje eenderwaar gaan schrijven. Maar je moet met toch van alles rekening houden. Langs de routes, je mag geen cijfer of geen getal twee keer gebruiken. Je wil misschien wel dubbele cijfers gebruiken. En je wil de bepaalde cirkeltjes vullen met een bepaalde kleur dobbelsteen. Het is een roll'n'ride die eigenlijk betrekkelijk weinig inhoudt, maar toch veel nadenkwerk vraagt. Het is niet de gemakkelijkste, maar ook niet de moeilijkste. En wat ik er leuk aan vind, want het lijkt een beetje op On Tour. Ik weet niet of je die kent. Die moet eigenlijk nog eens op mijn kanaal komen. Moet nog eens werk van maken. Deze is misschien nog net iets beter, maar gewoon omdat die korter is. Dus ze zijn eigenlijk even leuk, zou ik zeggen. Maar deze doet het in 20 minuutjes en On Tour eerder in 40 minuten. En dat vind ik al wat te lang voor een roll'n'ride. Dus ik zou zeker, als je interesse hebt in dit genre van spellen, zou ik deze zeker eens bekijken. Ben je nooit fan geweest van roll'n'rides, dan gaat deze jou waarschijnlijk ook niet overtuigen. Dat was dus heel beknopt mijn review van het spel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.